Hoe vaak heb jij moeten uitleggen dat ADO-uit best bijzonder is voor jou? Tja, ja, best wel vaak, ja. Absoluut, ja. Je wordt er vaak op aangesproken deze dagen, ook als je thuis bent, privé bent. Nou ja, eigenlijk nu niet meer, nee. nee vorig jaar wel, maar nu niet meer. Het wordt gewoner voor iedereen? Ja, volgens mij wel, ja. Iedereen uh, weet dat ik hier speel. En uh, dat ik morgen graag gewoon drie punten voor Feyenoord wil houden. Gaat het jou aan je hart wat, wat er aan de hand is bij ADO, dat ze zo laag staan bijvoorbeeld? Ja, zeker weten. Als ik uh, buiten het voetbal uh, omkijk, dan, uh, dan, ja, dan doet het uh, wel zeer, ja. Maar uh, ja, dat maakt nog niet uit of, uh, of ja, morgen sta ik gewoon op het veld. En, ja, wij willen met Feyenoord willen we het hoogst mogelijke halen. Ja, en het, het, het ligt niet aan één wedstrijd uh, bij ADO. En, uh, ja, het is zonde wat er gebeurt daar, maar. Ja, ik denk dat. Uh, en ik hoop dat ze op tijd beseffen ja, dat er wat moet gebeuren. Om, om punten te gaan halen in Den Haag. Maar dat zeg ik, het, het komt niet op één wedstrijd aan. En dat wij morgen winnen daar, dat, dat ze gedegradeerd zijn. Dat is niet zo. Dus uh, ja, wij willen gewoon drie punten pakken morgen daar. Ja, dat, dat ene voorbeeld zou jou voor een dilemma stellen, misschien. Dat, dat je de degradatie van Ado zou kunnen bewerkstelligen. Moet je niet aan denken volgens mij. Nee, maar dat zeg ik. Dat is iets van morgen wat totaal niet in de buurt komt. Er zijn nog zoveel wedstrijden. En uh, ja, Ado heeft wel een moeilijk programma volgens mij. Maar. Ja, dat, dat doet ons er niet toe morgen. Hoe komt het volgens jou dat het daar niet goed gaat? Ja, dat weet ik niet precies. Kijk, ik ben vaak genoeg nog bij Ado. En ja, betrokken niet, maar ik ben vaak genoeg bij Ado. Ik hoor dingen, ik ken de mensen. En ja, ja. er zijn genoeg dingen aan de hand volgens mij daar. Maar ja, de precieze details, dat weet ik ook niet. Is, is de selectie wel goed genoeg? Ja, nou ja ik, als, je, als je alles op papier zet, dan. Ja, moet die jongens, uh, moeten jongens moeten eigenlijk niet onder, onderaan staan. Ik denk dat ze gewoon uh, onder in de midden moeten, mee moeten gaan of mee moeten draaien met zo'n selectie. En uh, ja, dat zeg ik, uh, op papier hebben ze gewoon een goed, goed team. Maar ja, het, uh, een goed team uh, klikt niet altijd. Hoe is het met, met de rivaliteit? Hè? We weten Feyenoord-Ajax, ado ajax Hoe is dat Ado naar Rotterdam met Feyenoord? Nou ja, uh, de jaren wat ik uh, mee heb gemaakt, is het altijd goed geen uh, echte rivaliteit, altijd uh, wedstrijden die, uh, die leuk zijn, uh, open wedstrijden, uh, ja een wedstrijd met veel goals en uh, nou, de supporters onder elkaar uh, ook altijd wel goed, ja, voor mijn, uh, voor mijn, uh, na, naar mijn weten wel. Ja. Hoe komt het dat Feyenoord het daar moeilijk heeft de laatste jaren en amper goede resultaten boekt? Ja, ja omdat uh, voor Den Haag is dit ook altijd een bijzondere wedstrijd wat ik zeg. Feyenoord, Ado, Ado, Feyenoord het zijn altijd moeilijke wedstrijden voor, voor Feyenoord zelf. Dan. Uh, ja, vorig jaar hebben we verloren daar. En, en ja, we, dat willen wij wel rechtzetten. Zeker. En, en zeker in een strijd om, uh, om de bovenste plekken. Hebben we, die drie punten hebben we heel hard nodig nu. Heeft jullie zelfvertrouwen een knauw gekregen in de arena? Nee, dat vind ik niet. Ik, uh, we hebben daar in het Hol van de Leeuw gespeeld. De uh, Boetjes ook al zei. 50.000 tegen 11. En uh, ja, dat is moeilijk zat. En, uh, ja, ik zag statistieken staan. Feyenoord, de laatste zoveel klassiekers niet gewonnen. Maar ja, dat zeg ik. De jaren dat ik hier nu speel, heb ik tegen hun uit heb ik altijd verloren. En, en thuis heb ik van hun nog niet, nog niet verloren ook. Dus ja, ik denk dat het een, 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 een thuisvoordeelsituatie is in beide gevallen, denk ik. Vorig jaar hebben wij hier niet verloren. Het jaar daarvoor heeft Ajax ook hier verloren. Nou, en dit jaar krijgen wij ze nog. Dus uh, hopen dat wij dan het thuisvoordeel uh, kunnen pakken. En nou, als wij gewoon winnen, dan, uh, dan is er niks aan de hand. Morgen dus Ado, hè. volgende week Vitesse, twee belangrijke duels. Maar elk duel is feitelijk belangrijk. Ja. Heb jij het diepe geloof van binnen Alex dat jullie iets moois kunnen neerzetten? Ook deze competitie weer. Ja, absoluut. Zeker weten. En morgen krijgen we Ado. Dat is weer een heel ander kaliber als, als Ajax natuurlijk. We hebben gisteren wel tegen een van de beste ploegen, denk ik, misschien zo niet de beste ploeg van, van Nederland gespeeld. En dan is het geen schande als je tot het laatste moment je komt 1-0 voor. En uh, ja, dan hebben we zelf uh, ja, niet doorgedrukt naar 2-0. En, en ja, dan is het geen schande dat je daar uiteindelijk 2-1. En uiteindelijk dan nog met 3-1 verliest of een counter. Het is geen schande. En ik denk dat je morgen gewoon uh, ja, de betere ploeg bent en dat ook uit moet stralen. En, en gewoon drie punten verplicht bent te halen daar.